Oh snap, onze sobbel gaat evolueren! Yo Nintendo fans, super cool dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En vandaag gaan we lekker aan de slag met de derde aflevering van de Water Type Only Challenge in Pokémon Sword. Ja, in de vorige aflevering, toen gingen we lekker jongens. We hebben gewoon al een full squad, we hebben al een heel team. We hebben een Remoraid, we hebben een Tuttle, Sobble, Timple, Magikarpy en een Woopertje. We hebben gewoon nu al een full squad qua Pokémon, dat is helemaal gestoord jongens. En vandaag hoop ik dus Milo te gaan uitdagen. Dus de vraag van de dag is dan ook, wat is je favoriete grastype Pokémon? En we moeten tegen een Vulpix, dat is eerlijk. Favoriete grastype Pokémon? Ik denk dat ik zelf voor Chespin ga. Chespin is mijn favoriete grasstarter ook wel, denk ik. Met op een goede tweede plek Bulbasaur, jongen. Want Bulbasaur is die OG, de allereerste Pokémon ooit, weet je wel. Dus die zie ik ook wel. Maar ik denk dus dat Chespin mijn favoriete grastype Pokémon is. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie favoriete grastype Pokémon is. Zowel Chewbacca en Davy Jones. Allebei een leveltje omhoog gaan. Allebei naar level 11 gaan. Heerlijk. Sobble is goed bezig, jongens. Ja, tegen vuurtype Pokémon moet het ook niet al te moeilijk zijn om dit te verslaan. En ik wil niet vechten tegen deze Zigzagoon. Omdat ik deze playthrough een beetje snel wil doen. Het rijmt nog ook. Ik schud ze gewoon zo op uit mijn mouw, jongen. Die rijmpjes. Niet normaal. Anyway, ik wil deze playthrough dus lekker een beetje snel gaan doen. Dus ik ga niks van de story laten zien. We gaan gewoon keihard door naar de belangrijke plekken. Belangrijke gevechten. En klaar. Ja, zo heb ik nu dus deze Zigzagoon klaar. Blablabloep. Doei, mazzel. En gaat Reptile een leveltje omhoog. Reptile die dus keihard gaat op zijn special attack. Heerlijk. Volgende battle. Ja, ik wil wel even deze battle doen. Want ik heb wel die XP nodig straks voor Milo, jongens. Waterpuls. Dan zijn ze wel lekker aan het confusen. Dat is heerlijk, dit. Hoppakee. Hij klapt zichzelf ook. Lekker bezig, Rappy. Hoppakeetje. Doei, doei. Ja, Jennifer. Onze Magikarp. De Witcher reference. Jullie weten het. Als je de vorige aflevering hebt gezien. Dan weet je waarom ik al deze nicknames heb gekozen voor al deze Pokémon. Ze hebben namelijk allemaal wel even een betekenis hier. Het zijn niet zomaar nicknamepjes, jongens. Hallo, Traintert. Hij heeft een Blipburg trui. Super cool. Die heb ik nog nooit eigenlijk. Dat is me nog nooit opgevallen. Dat hij gewoon een Blipburg trui heeft. Wat vet. Oké, nu moeten we wel tegen een grastype Pokémon. Dus nu moeten we even op gaan passen, denk ik. Pound hem. Oké, wat gaat Bidoo doen? Ja, die doet Absorb. Ja, dat is natuurlijk super effective. Hè? Dit zijn die lastige dingen. Want Absorb is helemaal niet sterk. Maar je ziet wat het doet met mijn Pokémon. Hij gaat lekker hard. Hij gaat door, hoor. Met zijn Absorpie. Kijk, ik krijg ook wel lekker wat HP terug. Dit staat ons dus te wachten straks voor de eerste gym voor Milo. Ja, Milo gaat me het leven zuur maken, denk ik, jongens. Kijk, als ik al moeite heb met zo'n klein beduwtje van level 12, hè. Dan zouden we zomaar in de problemen kunnen komen tegen Milo. Kijk, we hebben hem nog steeds niet down, jongen. Hij blijft maar gaan. Dit gaat zo moeizaam. Oké, uiteindelijk hebben we hem nu wel, denk ik. Oké, Bidoo is eindelijk down, jongens. Ja, die maakte het ons toch wel even lastig. Oh, hij heeft ook nog een Gossifleur. Oké, ik denk dat ik Smeagol even acid moet laten doen, jongens. Poison is namelijk super effective tegen gras. Nou, weet ik niet precies wat de typing is van Gossifleur. Volgens mij is de typing alleen maar gras. Dus zou mijn acid super effective moeten zijn. Oké, let's go, Smeagol. Ik ben ook wel blij met mijn Smeagoltje. Ja, kijk. Lekker. Oké. Ik denk dat deze Smeagol gedurende mijn hele playthrough wel in mijn team gaat blijven, man. Hij bevalt me echt prima. Hij doet het echt goed. Hij is volgens mij echt sterk. Hij gaat nog evolven natuurlijk. Als hij evolven, wordt hij nog beter. Ja, ik zie dit wel gebeuren. Smeagol, Chewbacca en Botje gaan allemaal leveltje omhoog. Level 14, 12 en 12. Gaat nog lekker hard al dat levelen nu. Bot wil misleren. Ja, ach ja, in plaats van Tail Whip. Laten we het in plaats van Tail Whip doen. Waarschijnlijk gaat Mist sowieso wel weer weg. Maar dat maakt niet uit. Oké dan. Baba Marvin. En door. Wegwezen. Nou, hier zouden we lekker kunnen trainen bij al die rollycollies. Maar laten we gewoon even battelen met deze chickie. Hallo, je hebt ook wel zo'n cool Blipbug truitje. Is dat een soort van schooluniform of zo? Is Blipbug de mascotte van Galar? Jongens, we hebben wat geleerd. Niet Samazenta of Zacian, Grookie, Scorbunny of Sobble is de mascotte van Galar. Het is Blipbug. Wat een basis die Blipbug ook, jongens. Hoppakee, oeh. Die Purloin, dat ging wel hard. Davy Jones, level 12. Reptile, level 16. Davy Jones, want ze doen een Psybeam. Heerlijk. Oké, dit wordt wel een lekker teampje, hoor. We kennen nu ook gewoon een Psychic Attack. Nice. Ik heb zo'n vermoeden dat het wel goed gaat komen met dit teampie. Alleen nogmaals, tegen Steel-type Pokémon wordt het wel een lastig verhaal, ben ik bang. Laten we Davy Jones even eruit sturen, jongens. Remoraid, laat het maar zien dan met je Psybeam. Tegen deze Squawk! Remoraid, Psybeam!
Oké, het gaat nog niet heel hard. Hij is wel confused, dat is lekker. We confusen die hele route hier, jongen. Oké, even kijken. Probeer nu eens waterpuls. Kijken of Psybeam of waterpuls beter is. Ik denk dat waterpuls op dit moment beter is voor de Remoraid. En klaar met deze Squawvet. Of niet? Nee, nog niet. Potverdikkie. Oké, klap dan maar gewoon jezelf. Sloop jezelf maar. Lekker hoor, Squawvet. Oh, snap. Onze Sobble gaat evolueren. Daar gaat hij, jongens. En ik vind serieus de evolutie van Sobble vind ik een van de tofste eerste evoluties van een starter Pokémon ooit. Ik vind deze Drizzle echt geweldig. Het liefst zou ik hem gewoon Drizzle houden in plaats van Inteleon. Yo, Drizzle. Welkom, man. Oké, maar nu wil ik eigenlijk Smeagol even trainen. Want Smeagol, die heeft een super effective move tegen Grass-type Pokémon. Dus die heb ik straks nodig in de volgende gym. Dus laten we even volledig voor Smeagol gaan tijdens deze aflevering. Die moeten we gaan trainen. Hallo, Postman Ted. How are you doing? Oh no, it's a Delibird. Go, Smeagol. Smeagol kent geen eens een watertype aanval. Wat? Het is een waterpokémon, maar hij kent geen eens een watertype aanval. Nou, doe dan maar een mut. Oh, daar raak ik hem natuurlijk niet mee. Oh, lekker handig dit. Hou eens op met die cadeautjes. Ik hoef geen cadeautjes van je. Nee, kap me nou. Ik geloof dat ik toch even moet switchen, jongens. Laten we Drizzle dan toch maar even dit klusje laten klaren. Jij met je cadeautjes de hele tijd? Pak hem aan, Drizzle. Hoppa, lekker. Nice, Smeagol en Jennifer. Leveltje omhoog. Ik vind mijn outfit nog steeds echt super cool trouwens. Dat shirt wat ik aan heb, love it. Oké. Jij hebt een hele leuke Sizzly Pete. Dan ga ik voor Mudshot. Oké. 1/3 van zijn HP weg. Hij doet Rappy. Rappy is een vrij vervelende move. Die raakt je gewoon elke beurt door. En hij doet niet zo heel veel HP damage. Dus ja, kom maar op Sizzly. Ik maak je jou kapot. Come on, Timple. Ja, je kan het. Lekker gedaan, jongen. Heerlijk. Sizzly Pete ook weer weg. Davy Jones een leveltje omhoog naar level 13. Lekker door Remoraid. Oké, deze Dottler is gewoon level 14 en zo. Dit zal wel eens even een tijdje kunnen duren. Ja, Confusion. Altijd een goede aanval. Ik weet niet of die dit gaan redden. Ik denk dat ik toch nog eventjes gewoon mijn Timpel flink moet gaan trainen. Want Smeagoltje heeft toch nog wel eventjes hulp nodig van Reptile nu. Waterpool. Zo, wow, die Dottler die is wel lekker bezig, man. Ja, die heeft natuurlijk net Lightscreen gebruikt. Dus ja, hij is beter beschermd tegen Special Attack. Misschien moet ik dan wel even een normale attack doen. Misschien moet ik heel even Pound doen. Maar ik denk dat Drizzle niet zo heel goed is met normale attacks. Nee, precies. Dat dacht ik al. Ja, deze trainer weet wel hoe die moet trainen. Dit is het beste jongetje uit de klas, jongen. Deze snapt hoe het werkt, Pokémon gevechten. Je bent lekker bezig. Kijk, je maakt het zelfs met Drizzle ook nog lastig. Ik denk dat ik hem zelfs nu nog 2 keer moet raken. Ja, zie je. Hij houdt gewoon nog steeds een HP'tje over, hoor. Wat verdorie, man. Oké, nu is het klaar. Nu is het afgelopen. Maar die Dottler, die was goed bezig. Je mag trots zijn op je Dottlertje. Ja, en ik ben trots op alle XP die je krijgt. Hop! Maar kijk eens wie er allemaal leveltjes omhoog gaan, hoor. Heerlijk. Oké, ik kan wel wat healing gebruiken. Gelukkig staat hier iemand bij de ingang die me even wilt healen. Oké, de mijn. Hey, deze Pokémon zijn allemaal super bang van me. Jij niet. Jij bent niet bang van mij, volgens mij, Timber. In principe hoef jij ook niet bang te zijn, want ik heb niet echt super effective moves tegen jou. Dus allemaal leuk dat ik een water-Pokémon ben, maar ik ken geen water-type moves. Dus dat schiet echt niet op. Maar ik ga je wel rustig aan verslaan. Dat wel. Alright, volgende battle. Ja, ik heb toch maar even een andere Pokémon voorgezet, want het is gewoon best lastig dat Timple geen enkele wateraanval kent. Dus ik heb maar even voor Remoraid gekozen. Kijk, hoppa, die gaat ook hartstikke lekker. Nou was het ook niet een heel moeilijk gevecht natuurlijk. Oh, we zijn zelfs zo helemaal klaar. Oh ja, zij. Volgens mij heeft zij nog girders. Volgens mij heeft zij geen steentype Pokémon. Volgens mij heeft zij fighting-type Pokémon. Of Timbers natuurlijk. Ja, de voorevolutie van Girder. Daar heb ik natuurlijk wel Psybeam. Dat is wel lekker. Die is nu super effective natuurlijk tegen fighting-type Pokémon. Hoppakee. Ja, oké. Lekker Remoraid. Nog een keer. Pak hem. Ik ben hier alleen wel helemaal zonder potions naartoe gegaan. Dus ik heb nu nog 1 potion en 1 super potion. Dat is niet heel handig. Remoraid naar leveltje 14. En Jennifer blijft ook lekker groeien zonder ook maar iets aan battelen te doen. Ja, Jennifer ga ik sowieso niet gebruiken totdat ze een Gyarados wordt natuurlijk. Pas dan kan ik mijn Magikarp gebruiken. Daarvoor heeft het nog echt 0,0 zin. Ja, dit is toch wel lekker hoor, deze Psybeam attack. Ik ben blij dat we ook een Psychic type aanval hebben. Dat is best wel een welkome aanval in dit team. Helemaal als we gewoon tegen Fighting type Pokémon moeten natuurlijk. Deze Remoraid maakt ze helemaal kapot. Ja jongens, Remoraid. Wie had dat verwacht? Ik niet in ieder geval. Ik had niet verwacht dat Remoraid zo hard zou gaan. Auw, Rock Throw doet altijd pijn. Het is gewoon een hartstikke goede aanval. Remoraid is bijna down, maar hij pakt ook deze Timber door. Hoppakee. Chewbacca en Botje. Allebei naar level 14. Volgende battle. Daar is die hoor. Diglett. Diglett is wel een knijtersnelle Pokémon. Dat is altijd heel naar. Maar als het goed is, is special defense niet zo hoog. Nee, kijk. Easy. Drillbur. Ik vind Drillbur wel een schattige Pokémon. Mollen vind ik sowieso schattige wezentjes. Vind ik leuke beesten. Ik heb hem alleen
confused. Sorry, Drillbur. Sorry dat ik je in de war breng. Hé, maar je kan mij toch nog gewoon slaan. Jij freaking Drillbirdje. Lekker hoor. Dat betekent volgens mij dat Remoraid nu naar level 16 gaat. Level 15 gaat Remoraid nu naartoe. Smeagol gaat naar level 17. En ik wacht nog steeds op het moment dat Smeagol een watermove gaat leren. Oké, tijd om de volgende Pokémon te gaan proberen. Het is tijd voor Chewbacca. Nice, ik ben sowieso sneller. Dus dat is al top. Hij is wel een hoger level. Rolly Collie, ook een bazen Pokémon. Maar ja, hij is geen match. Geen match voor mijn Chewbacca, jongen. Lekker bezig, Basie. Reptile, een leveltje omhoog. Die gaat ook lekker, hoor. Die is al bijna level 20. Volgens mij zag ik hier nog wat glinsteren. Ja hoor, een Eater. Hier ligt nog een Pokéball, 2 Super Potions. Ga ik die nog gebruiken? Ik denk het niet, maar ik ga dit gevecht wel met Smeagol aan. BD, ik ga je proberen aan te pakken met een Smeagol. Jongen. Oké, focus. Dit moet goed komen met acid. Come on, Smeagol. You got this, man. You got this. Of misschien niet helemaal nog, maar oké. Ik dacht dat het goed zou komen met acid, maar oké. Confusion. Waarom doet dat zoveel pijn? Oké, Smeagol heeft het toch wel een beetje lastig, hoor. Oké, Round is wel lekker. Die doet het wel goed. Hij gaat weer voor Confusion. Daar heb ik helemaal geen zin in dat je dat doet. Wij gaan gewoon door met Round dan. Helemaal goed. Sterk genoeg deze aanval. Zalosis is in ieder geval weg. Oké, dat is nummer 1. Ik kan alleen Smeagol niet echt meer gebruiken nu, denk ik. Ja, dan moet ik toch weer mijn beroep op Reptile gaan doen. Kom op, Reptile. You got this, man. Waterpuls hier erbij. Heerlijk. Confusion. Lekker. En hij gaat me kietelen. Why you kietel me? Laat me met rust. Of ik doe nog een waterpuls op je bakkes. Lekker. Oké, volgens mij is dit bij deze laatste Pokémon een Hatena. Ja, dit is de laatste Pokémon. Dit gaat helemaal goed komen. Hoppakee. En nog een keer. Hoppakee. Later, BD. Mazzeltjes. Ah, lekker. Chewbacca en Jennifer groeien een leveltje. En BD is weer verslagen. Ik vind het altijd heel fijn als ik BD versla. Ik vind hem nog steeds een choppie. Ik kan er niks aan doen. Doei, doei. Loop maar gewoon weg. Niet praten, BD. Niet praten. Gewoon ga. Goed zo. En toen waren we weer buiten. Ah, lekker. Ik hou toch wel van die buitenlucht, hoor, jongens. Nou, kunnen we hier nog even een klein beetje trainen? Want ik denk dat we die training wel nodig hebben voor Milo, hoor. Dit is gelijk een lastige gym voor ons natuurlijk. En dit is denk ik ook een lastige tegenstander voor mij. Alhoewel, Mudshot zou wel moeten werken tegen deze Meowth. Kijk, nice. Ja, ik moet ook wel een grondaanval moet ik houden. Die moet ik niet allemaal weg gaan doen, want die heb ik echt nodig tegen Steel-type Pokémon. Dat werkt toch wel lekker dit, hoor. Hoppakeetje. Mudvoice hier erop. Mudvoice? Nog nooit van gehoord. Mudshot natuurlijk. Bot gaat ook naar level 15. Oeh, en dan nog een Butterfree'tje. Ik doe nu Round. Round is volgens mij ook best wel een sterke aanval. Die doet 60. Ja, die heeft 60 op special attack. Ja, Butterfree is natuurlijk altijd wel een lastig karweitje. Dat is al een volledig geëvalueerde Pokémon natuurlijk. Dus die heeft automatisch nu al wat hogere stats. Ze moeten wel een beetje oppassen. Go get him. Ja, we hebben er wel wat moeite mee, hoor. Dat doet hij toch goed. Ik ga dat denk ik net niet redden. Want hij doet 10 HP damage per keer. Dus ik ga precies kapot als ik hem nu nog een keer aanval. Dan hebben we toch weer een andere Pokémon nodig, jongens. Zo, dat was even lastig tegen die Butterfree. Maar kijk eens wat een XP we hiervan krijgen, jongens. Holy crap. Smeagol krijgt maar liefst 526 XP. Dat is wel lekker. Hey, Davy Jones. Nice. Die wil Aurora Beam leren. Dat is natuurlijk een ijsaanval. Dat kan nog wel eens van pas gaan komen, jongens. Dus die wil ik zeker leren. Misschien wordt Davy Jones toch ook wel een goede Pokémon. Ik ben echt benieuwd naar hoe al deze Pokémon gaan worden uiteindelijk. Oh, je hebt er gewoon nog één. Nou, laten we dan maar gelijk Davy Jones gaan proberen tegen een gras Pokémon. Dus even kijken wat Davy Jones daar tegen kan. Want ik begin zo langzamerhand meer vertrouwen ook te krijgen in Davy Jones, hoor, jongens. Want hij kent nu natuurlijk Aurora Beam. En dat is ook wel lekker. Kijk maar. 1, 2, 3. Hop. Oeh, lekker. Oh. Ja, dit is super effective, jongens. Dit kan ook nog wel eens van pas gaan komen straks tegen Milo. Oké, volgende trainer. Ik wil eigenlijk helemaal niet tegen deze battelen. Want deze gast, die heeft natuurlijk een Pikachu. En elektrische types, die maken mij helemaal kapot. Maar er is één maar. Ik heb natuurlijk Smeagol. En Smeagol, die kan wel wat tegen deze Pikachu, denk ik. Tenzij Pikachu veel te snel was voor mij. Dan is het in één keer klaar. Ja hoor. Oh, het is nou, hij overleeft het wel. Oké, cool. Want, kijk, mijn Mudshot is natuurlijk ook super effective. Tiff, oeh, we hebben hem bijna in één keer. We hebben hem langzamer gemaakt, dus misschien zijn wij nu sneller. We zijn nu sneller. Kijk. Dit is wat mijn team kan. Mijn team is lekker, man. Dit is een heel goed waterteam. Ze hebben ook allemaal nog andere types aanvallen. En ja, je ziet wat dit team kan, jongens. We kunnen gewoon winnen van elektrische Pokémon. Ik ben er ook wel van overtuigd dat wij gaan winnen strakjes van... We moeten wel op blijven passen, want ik wil niet tegen al die elektrische Pokémon hier. Maar dat we kunnen gaan winnen strakjes van Milo. Oké, Yamper komt achter me aan. Ik wil geen Yampertje.
je achter me aan. Jemper, ga weg. Ik wil wel alle items pakken. Nice. En nog een battle. Let's go. Geef mij die XP. Ik ben ook wel benieuwd wie jullie tot nu toe de beste in mijn team vinden. Als je Drizzle niet mag kiezen, jongens. Drizzle, oké, dat is mijn starter. Die mag je niet kiezen. Wie vind je dan het beste op dit moment? Ik had trouwens even niet verwacht dat jij een Electrike zou hebben. Gelukkig doe je Quick Attack. Daar ben ik blij mee. Laat ik dan Aurora Beam maar even testen op jou. Eens even kijken wat dat doet. Oké. Ik ben nu sneller. Dat is nice. Doe alsjeblieft nog steeds geen elektrische aanval op mij. Dan gaat het allemaal goed komen. Hij doet leer. Wat een slechte trainer, zeg. Ja, dit is niet best. Als je dan een Electrike hebt, dan moet je me ook met elektrische aanval gaan aanvallen, oké? Hij gebruikt ook even een potiontje. Tuurlijk, joh. Gooi je geld ook nog even in een potion. Misschien overleeft hij het alleen nu net wel. Ja, zie je. En hij blijft gewoon leer doen. Wat een noob. Oké, nu doe je Quick Attack. Dat is op zich iets slimmer, want dan kan je hem in ieder geval nog raken. Maar je verliest gewoon met een Electrike. Wel bedankt voor de XP. Dankjewel. Hey, Jennifer, Magikarp heeft Tackle geleerd. Oeh, nu mag ik tegen een Lotad. Volgens mij gaat Aurora Beam gewoon normaal damage doen op een Lotad. Ja, hij doet Absorb. Daar ben ik niet zo blij mee. Dit vind ik niet leuk. Sterker nog, ik vind dit helemaal niet leuk. Ik ga even door met Psybeam. Ja, dit werkt niet. Dit werkt niet. Ga je nu opeens. Oh, oké, hij doet nu Water Gun. Zo, even een Super Potion hoor, jongens. Kijk, hij doet nu Growl. Blijf gewoon Absorb doen, joh. Noob trainer. Ik snap jou niet, vriend. Wat ben je nou allemaal aan het doen, joh? En ja, nu ga je nog wel absorben. Ja, nu is het te laat, denk ik hoor. Tenzij je deze nog net overleeft. Ja hoor. Ja, oh, en dan gaat hij weer Growl doen. Ik denk dat deze trainer gewoon even moet stoppen met Pokémon trainen, oké? Okay? Doei, Lotad. Je hebt een slechte trainer. Kan er niks aan doen. Ondertussen groeit Chewbacca naar level 16. Pak ik hier nog eventjes een itempie. En dan battelen we nog even met deze Eevee trainer. Milkery. Oh, ik dacht echt dat jij een Eevee bij je zou hebben. Ik heb geen flauw idee wat het type is van Milkery. Dus ik ga maar gewoon wel proberen. Is het een Ghost? Fairy, denk ik dan. Want hij doet Draining Kiss. Oeh, en die doet nog veel pijn ook. Ik zie het al. Dit gaat heel lastig worden. Ik heb een gelukkig confused. Dat was een beetje wat ik wilde met mijn aanval. Dan hoop ik dat hij zichzelf een paar keer gaat slopen nu. Ja, kijk, oké, gelukkig. Gelukkig. Mijn plannetje heeft gewerkt door hem te confusen. Nice. Nou, het zou lekker zijn als je nu nog een keer jezelf raakt. Het zit ook nog mee ook. Lekker. Ja, soms zit het gewoon mee in het leven. En dit is zo'n moment. Bot groeit naar level 16. Onze Wooper. En Davy Jones gaat naar level 17. Wooper wil slam leren. Nah. Oh, loopt hier die Eevee trainer? Ja, volgens mij loopt hier die Eevee trainer. Hallo Eevee trainer, gaan we battelen? Ik heb je XP nodig van je Eevee. Ik moet straks tegen Milo gaan battelen namelijk. Die Eevee is level 15? Zo, hallo zeg, dat is gewoon een tackle. Die doet super veel damage. Dat is normaal joh. Heb jij zo'n bazen Eevee of zo? Ja, deze trainertjes zijn nog wel een beetje... Ja, het zijn niet voor niks ook nog kleine kinderen natuurlijk. Ja, kijk die Eevee, het was zo leuk. Hij begon zo leuk, maar helaas. Ik kreeg er trouwens ook niet heel veel XP van, maar de 150 of zo. Dat is echt niet zo heel veel. En dan is volgens mij dit de laatste trainer waar we mee gaan battelen. Dan ben ik benieuwd op welke levels we allemaal uit gaan komen. Ja, oké, lekker dan. Jij hebt nog even een Joltik voor mij. Ik denk dat mijn Remoraid dit niet gaat overleven. Of, oké, als je met Bug aanvallen gaat komen, dan misschien wel, misschien ook niet. Ik vind Remoraid het tot nu toe toch wel lekker doen hoor. Electroweb, wat is dat? Is dat, gaat dat, ja, oké. Smeagol, maak jij het even af alsjeblieft. Modderschot op zijn hoofd. En daar gaat hij, de Joltik. Oeh, je hebt ook nog een Grubbin, jongen. Dus even kijken wat er nu gaat gebeuren dan tegen Grubbin. Dit is ook niet super effective. Het is not very effective zelf. Oeh. Oké, doe dan maar weer Round. Die normal type attack die over het algemeen redelijk wat damage doet. Ja, oké, lekker. Oké, dit gaat me nog lukken. There we go. Go, oké. Wel een beetje jammer dat Remoraid nu dus geen XP krijgt, omdat hij net down is gegaan. Potverdorie. Even die TM oppakken. Pin missile. Niet dat ik die ga gebruiken, helaas. En wegrennen. Wegwezen hier. Oké, jongens. Het is tijd om richting Milo te gaan. En dat gaan we doen met dit team. Davy Jones, onze Remoraid van level 17. Smeagol, Timple van level 19. Reptile, Drizzle van level 19. Bot, onze Wooper van level 16. Chewbacca, onze Chewtle op level 16. En Jennifer Magikarp. Ja, level 15. Wat een baas. Anyways, ik hoop dat je dit weer een leuke serie vindt en een leuke aflevering. Doe zeker dat blauwe duimpje omhoog. Volgende keer gaan we Milo verslaan. Abonneer op mijn kanaal als je dat wil zien. En volg me op twitch.tv/Rickertju als je me live wil zien gamen. Dan zie ik je daar. Of gewoon de volgende keer. Mazzel!